Het is vandaag op de dag af 100 jaar geleden dat er voor het eerst een vrouwelijke hoogleraar in Nederland aantrad. Ja, hier stond ze. Op deze plek. Zo kennen we haar. De eerste vrouw in toga. Maar wie was ze? In haar studententijd liep ze tegen de grenzen van een mannencultuur aan. Het maakt haar niet uit of iemand man is of vrouw. Johanna had vele vrouwelijke promovendi. En net als ik zal zij trots zijn geweest bij het aanschouwen van zo'n rij proefschriften. 100 jaar professor Dr. Johanna Westerdijk. Over een periode van 52 jaar heeft zij en haar collega's die instituut opgebouwd tot wat het vandaag is. Dus grijp ons graag vandaag die gelegenheid aan om tijdens die Westerdijkjaar officieel die naam van die instituut te veranderen naar die Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. De positie van vrouwen is een stuk beter. 1 op 3 vrouwen is universitair docent. 1 op 4 is universitair of docent. Maar 100 jaar na Johanna Westerdijk is er nog maar 18% van de Nederlandse hoogleraren vrouw. Vandaag is het feest, daar begonnen we al mee. Dus we weten al dat we van 1 hoogleraar 100 jaar geleden naar heel veel meer vrouwelijke hoogleraren zijn gegaan. En ik denk dat we vandaag ook door moeten gaan met feesten, maar dan morgen aan het werk.